volgende nieuwe grote attractie, eigenlijk onze nieuwe grote attractie voor het nieuwe jaar met Pasen, is onze houten achtbaan, Heidi de Rijt. We zijn er weer gestart op 19 september 2015, dus ongeveer ja, een tweetal maanden geleden, twee, drie maanden geleden. We voorzien de officiële opening van de achtbaan zelf tegen de zomer 2016. En dan het volledige Heidiland, dus volledig afgedecoreerd met alle gebouwtjes en nog een andere kleine attractie, alles nog in de raam, tegen Pasen 2017. Heidiland moet echt de nieuwe eye-catcher worden van Plopsaland de Ballen en moet ons echt in staat brengen om die bezoekers te brengen naar die 1.750.000. Een grote investering opnieuw, dat is een investering van 7 miljoen euro voor de volledige zone. En ja, een beetje speciale facts en figures. De houten achtbaan zelf is een kleine 620 meter lang. We hebben gekozen voor een echte familieattractie, waar kindjes nog in kunnen, vanaf een vrij jonge leeftijd, die ook aansluit met de doelgroep van Heidi. We hebben ook gekozen voor capaciteit, dus we hebben twee treinen op de baan staan. We halen een maximale snelheid van 71 km per uur. We hebben in totaal meer dan 85 kilometer hout dat we momenteel naar hier aan het brengen is. Het is onwaarschijnlijk. Ik denk van waar gaan we dat allemaal zetten? Het wordt allemaal in stukjes gezaagd, gaat dat straks zien en dan allemaal stukje per stukje opgebouwd. En we zitten met meer dan 96.000 bouten en 182.000 nagels om toch maar aan te geven dat de baan echt hier in de pannen manueel wordt opgebouwd. We gaan dat straks ook eventjes zien op de werf. Welkom op de werf van de Woody. De Woody. De lift die naar omhoog gaat gaan, 22 meter, in een bocht. Ja. En dan gaat hij tot aan het personeelsgebouw. En dan draait hij terug. En de achterkant die gaat hij de laatste drop naar beneden, naar omhoog. En dan gaat het station binnen. Dat zeggen we dat we heel de parking, dat wordt eigenlijk onze nieuwe omheining. Hè. Dus we zijn gestopt met een beton daar, omdat we met kerst te hopen zijn. 1 keer 4 januari de omheining weg. En gaan we de betonplaat doortrekken op de parking.
En de poort van de vleermuis dienen we te verzetten, want waar het nu de poort van de vleermuis staat, daar draait hij. Ik weet niet wat ik het is een achtbaan volledig in nu, hè? Ja? Die gaat goed worden, hoor. Ga je er veel ritjes op maken? Elke dag één. Voilà, dat is de deal. Dag Heidi. Dit zijn een beetje de finale tekeningen, hoe Heideland er moet uitzien. Dus we gaan meer bouwen dan enkel een attractie. We gaan eigenlijk een volledig gethematiseerd Zwitser-Oostenrijk dorpje bouwen. Met een nieuw restaurant, waar we eigenlijk een soort bierfesten doen. Bier en worst. Waar we ook weer investeren in de overdekking. Waar dat mensen toch ook tijdens de winter terecht kunnen en een beetje warm kunnen zitten. Een nieuw winkeltje, een volledig gethematiseerd stationsgebouw, een nieuwe toiletblok. En helemaal onderaan links zie je ook nog een nieuwe kleine draaimolen. Die we zullen erbij plaatsen voor de allerkleinste tegen Pasen 2017. Eyecatcher van de zone is eigenlijk de toren die hier op de gebouwtjes geplaatst wordt. Is een gigantisch groot, een soort van koekoekstok die om het uur speciale effecten zal geven. En er zullen wat animatronics ronddraaien. En op die manier hopen we dat iedereen toch een uurtje minstens in de zone blijft om naar die effecten te kijken.